Geachte bezoeker, welkom in Museum Slanstein, waar wij op dit moment de tentoonstelling hebben het werk van Sirk Schreuder. Onder de titel Sirk Schreuder, de 80 mooiste uit de collectie van Fred Klomp. Fred, welkom. Dankjewel. Vertel eens iets over jouw band met deze man. Een heel inspirerende persoon. En toen hij belde me regelmatig op. En zondag zat ik veel op het atelier. En ik kom binnen. Hij zegt, Fred, ik ben met een zelfportret bezig. Ik denk, oh, wat prachtig. Het zonnige achteratelier. Hè? De groene jumper die hij aan heeft. Toen zei ik, Sirk, wat zou het niet mooi zijn. Dat lokje haar hier, dat je dat naar beneden brengt. En het puntje van je boord net over je poelie doet. Hij pakte zijn witte krijtje. Hij zegt, fantastisch. Dat heeft het net nodig. De taxerende blik in dit werk. Op dat moment had hij geen doek voor handen om te schilderen. Hij had een stukje linnen. Hij zegt, Fred, dat werk zo mooi. Dat pastelkrijt hier in het linnen. Dat pakt het op. Dat houdt het vast. Heel weinig fixeerde hij het. Want dat heeft de pastel voor de rest niet nodig. En hij heeft in die serie heeft hij ongeveer een 26, 28 werken gemaakt. Waarvan ik ongeveer 13 van heb verzameld. Heb jij dat ook direct van het atelier van hem gekocht? Daar moest hij zeer over nadenken. Maar hij heeft ook jou een keer geportretteerd, hè? Zullen ja. We even naar dat schilderij kijken? Ja, laten we dat doen. Vele jaren was ik op het atelier daar bij Sirk Schreuder in de Korte Houtstraat. Altijd zondagsmiddags. En na een aantal jaren zei hij, ik ga een portret van je maken. He? Ik had een nette borrel ingeschonken. Dat werkt wat prettiger. He? En nou zegt hij, Fred, ga zo zitten zo. En hij neemt een schetsblok. Fred, kan het nog even? Ja, ik zeg, dan gaat u rustig uw gang. In hele spontane opzet, in houtskool, gewassen tekening. Ik zeg, Sirk, dan moet je dat niks meer aan doen hoor. Het is nou af. Wat doet hij? Hij pakt een lap, veegt er overheen. De contouren heeft hij nog staan. Hij zegt, dan maak ik hem volgende week af. Die prachtige ronde schedel die hij hier heeft gemaakt. Het pukkeltje waar ik mijn leven lang al plezier van heb, of niet. Ik krijg het werk mee. Ik laat het aan mijn jongens en aan mijn vrouw zien. Nou, die zeggen, je bent het wel, maar we missen wel je stropdas. Hier staan we bij een pastel op velour gemaakt. Dat deed hij heel weinig. En hij maakte veel halfnaakte en naakte. Hij zei tegen mij, ik heb niets aan een model wat makkelijk uit de rok stapt. Dat moet een schroom overheen zijn. Nou, dat had dit model zelf ook. Want ze deed nooit dat slipje uit en dat BH'tje. Hij heeft er een toets aan gegeven. En het gele stoeltje, het rieten stoeltje, waar ik jarenlang in heb gezeten. Ik heb 500 atelierbezoeken bij hem afgelegd zo. Dan werd ik op een stoel neergezet. Hij ging over zijn werk praten. En dat was zeer inspirerend. Hè? Ik heb vele, vele tekeningen voor hem schoongemaakt, ingelijst. Een ladekast gekocht met vrouwelijk naakt, mannelijk naakt, handen- en voetenstudie, zeeën, schelpen, vissen. En eens in de 5-6 weken gingen we die tekeningen herlezen. Dan trok hij de lade open, legde ze op de grond. Ik mocht niet van mijn stoel afgaan. Hij zou er alles van vertellen. En tussen die vele tekeningen zag ik weer een mooi werk. En dan was het niet Sirk. Kan ik die van jou kopen? Dan was het altijd, meneer Schreuder, zou u genegen zijn om die aan mij over te doen? Dat klinkt toch wel wat vriendelijker. Maar een prijs weet ik niet, zei hij. En ik wist rond die tijd wat de galeries aan prijzen vroegen. Ik stelde een prijs voor.
Hij zegt, die Fred, dat vind ik nou te veel. Dat vind ik nou te veel. Maar die tekening die er zo naast ligt, die ligt er zo mooi bij. Dan heb je er twee. Meneer Schreuder, ontzettend bedankt. Blij ging ik weer naar huis toe. Ik had weer twee werken verzorgd of ontvangen van de schilder zelf. Het gele bankje komt van Sierk Schreuder, waar hij vele olieverfjes van heeft gemaakt. Hij liet het achter op zijn atelier. De familie had daar geen belangstelling voor. Een aantal keren heb ik het atelier nu nagebouwd en dit zal waarschijnlijk wel de laatste keer zijn. Het bankje staat al jaren bij mij in de kamer met daaromheen de prachtige olieverfjes die hij daarop gemaakt heeft. Ik heb veel attributen verzameld van Sierk Schreuder, onder andere zijn telefoon, zijn pijp, zijn eigen sigaar met een banderol eromheen en wat heel bijzonder is, de wijn uit 1976, gemerkt Sierk Schreuder. Hij liet ook achter een schetsbloek, aantekeningen maken als hij een portretopdracht kreeg. Hij heeft veel portretten opgemaakt zo, heel veel mannenportretten en het was altijd een grijs pak, grijze das, grijs haar en iets in het revers. Dat verveelde hem toch. Hij moest veel meer het vrije werk doen. Van 1960 tot 1968 is hij hoogleraar geweest op de Rijksacademie in Amsterdam. Dat was zeker geen makkelijke tijd. Er werd meer vergaderd dan er gewerkt werd. Eindelijk, na 8 jaar, heeft hij die functie neergelegd. En hij zit hier, Fred, ik zal je vertellen. Ik heb meer van mijn leerlingen geleerd dan de leerlingen van mij. Juist daarna kwam de bloei. Vrij zijn in zijn vrije werk. Buiten de naakte en de portretten heeft hij heel veel natuur gemaakt. Boomstronkjes, vissen. Een garnaal, een mootzalm. Ik heb eens een keer een mootzalm meegenomen. Prachtig zilver randje. Oh, zegt Sierk, daar ga ik morgen een aquarelletje van maken. Maar die dag erop, zondag, voelde hij zich niet zo lekker. Maar maandags is hij er toch aan begonnen. Met een wasknijper op zijn neus heeft hij een aquarelletje gemaakt. Schitterend dat zilver. Bandje eromheen. De week erop kom ik langs. Miesje, zijn vrouw, doet de deur open. Die zei, je hebt toch zeker weer geen vis bij je, hè? De liefde, niet alleen voor Sierk Schreuder, ook voor zijn tijdgenoten. Piet van Bokstel, Rudolf de Bruin-Aubouter. Dat waren monumenten. Dat waren mensen voor aanzicht. Hij heeft veel waardering gekregen van verzamelaars. Maar niet van de kunstpauze. Die hoefde zijn werk niet in het museum te hebben. Hij zei tegen mij altijd, Fred, ik heb de mooiste museum en dat is het bezit van mijn trouwste fan, Fred Klomp. Hij gunde me het ook. Hij wist dat ik die erfenis jaar in jaar uit door zou geven aan de medemens. Groots. Ik heb een prachtig leven gehad. Met deze kunstenaar is het voor mij een rijkdom. Die liefde wil ik elke keer uitbrengen. Ja, Fred, dat was een heel goed idee van jou om die tekeningen van Sierk Schreuder hier op Hofwijk te presenteren. Oh. Want er is een link, weet je welke? Nee. Kijk, Constantijn Huygens vond dat een opvoeding van zijn kinderen pas compleet was als zij ook konden tekenen. Als zij wat zij dachten, wat zij zagen, in tekening konden overbrengen. En nu hangen hier dus weer tekeningen. Ja, we staan hier bij een zelfportret van Sierk Schreuder. Hij heeft dat gemaakt met houtskool
En zelfs met pastel krijt iets opgelicht. Ik vroeg wel eens aan hem van, waarvoor heb je zoveel zelfportretten gemaakt? Toen grinnikte hij tegen mij. Hij zei, dat is het enige model wat ik altijd bij de hand heb. Daarnaast heeft hij ook veel handenstudies gemaakt. Dat was een soort kapstok voor zijn overige portretten. U ziet hier een zelfportret. De zelfportretten die hier ik exposeer, daar zit ruim 60 jaar tussen. Hij heeft vele werken met mij samen moeten vernietigen. De dode muizen vielen er wel eens uit. De laatste tijd kon hij uit zijn hoofd zijn zelfportret zelf natekenen. Meestal in een spiegeltje. En daar heb ik hier ook een voorbeeld van. Een heel bekend zelfportretje van hem is dit. Dat heeft ook gestaan op zijn gedenkplaatje van zijn afscheid in 2002. De man kijkend in een spiegeltje.